Donderdag 13 april vond de aftrap van het nieuwe fruitcorso-seizoen plaats in het Agnitoventiel. Traditioneel werden de maquettes van de wagens gepresenteerd en werd door burgemeester Beenakker het plan gelanceerd om donateur te worden van het corso onder het motto Word vriendjes voor twee tientjes. Hoe de gelden verzameld gaan worden is nog niet bekend. Fantastisch dat jullie hier vanavond zijn. Dat geeft me weer eens aan hoe belangrijk jullie het corso vinden. Belangrijker dan de Passion en Ajax Schalke. Dat vind ik ook, want ik ben hier ook. En ik wil natuurlijk de mooie sfeer, het feest van de maquettes niet helemaal verpesten. Maar ik moet eerlijk zeggen, financiën blijft een heikele kwestie. Het is onze jaarlijkse aftrap van het fruitcorso. Alle verenigingen die presenteren hun ontwerpen, vol trots. We hebben 19 ontwerpen, 13 grote wagens en 6 jeugdwagens. Daarnaast 22 mozaïeken. Dus eigenlijk een heel groot feest voor al die bouwers, al die plakkers. De laatste jaren zitten we al echt te kijken van hoe wij zeg maar, het financiële gat kunnen dichten. We lopen tegen tekort aan elk jaar, dat kan natuurlijk niet. Wat dat betreft is fruitkozen wel vrijwilligerswerk. Maar je moet toch een gezonde bedrijfsvoering hebben, zou ik bijna zeggen. Een gedegen financiële basis. Dat lukt ons niet. Dus we doen er van alles aan. En dan kun je denken aan allerlei ad hoc acties. Maar we zoeken het meer zeg maar, in de structuur. Daar moet het goed zitten. Dus vandaar die oproep die we gedaan hebben richting Fruitdelta Rivierenland. Waar we hopen mee te liften qua financiën. We hopen ook eigenlijk nog dat de gemeenten ons kunnen steunen via fondsen van het sociaal domein. Omdat eigenlijk zo'n kostelvereniging toch ook eigenlijk echt een club is. Hè, waar iedereen elkaar treft, heel veel cohesie. En voor de leefbaarheid is een kostelvereniging heel belangrijk voor de dorpen. En verder, prachtig verhaal van burgemeester Beenakker. Een tientje voor een kostelvriendje of zoiets. Allemaal ideeën die we wel meenemen.